was een professor, zo stel je nou voor. Ik was razend knap, dan zou ik meteen een onderzoek starten. Ik werkte serieus en ik maakte geen grap. Het duurde niet lang of ik had het gevonden. Het duurde niet lang of ik had het verklaard. Wat ik onderzocht, maar een vitamine barbuut in de groente. Ik deed je in de kaart. Zeg, stel je nou voor, ik was aan de minister. Zeg, stel je nou voor, dat zou grappig zijn. Dan hoefde er niemand belasting te betalen. Ook mocht je voor niets in de bus of de trein. Vakanties die duurden van maart tot september. En 8 uren werken per dag, en dat werd 4. Ik weet niet of je wel genoeg geld verdiende. Maar in ieder geval had je tijd voor plezier. Zeg, stel je nou voor, ik was een dokter. Zeg, stel je nou voor, dat eens bestond. Bezocht elke dag dan al mijn patiënten. En door mijn bezoek bleven ieder gezond. Ik gaf ze geen pillen, ik gaf ze geen drankjes. Het middel wat ik gaf, dat hielp terstond. Ik maakte met mijn grappen patiënten aan het lachen. En lachen weet het iedereen, dat houdt je gezond. Zeg, stel je nou voor, ik was onderwijzer. Zeg, stel je nou voor, ik stond voor de klas. Dan werd er in mijn klas niet zo heel veel gerekend. Ook lezen en taal kwam er niet aan te pas. We deden alleen nog maar prettige dingen. We hadden wel een speelkwartier, dat duurde een uur. Het hoofdvak, dat was lekker dansen en zingen. We leerden niet veel, maar we hadden plezier.